Meneer Mohandes, meneer Mohandes. Meneer Bosma, wat een tempo. U heeft gelijk. Voorzitter, bedoel ik. U kunt er wat niet bij benen, hè? Gaat heel snel dit. Ja. Voorzitter, oh ja. Stilte in de zaal. Ja? Voorzitter, over na aanleiding van het PGB-debat hadden wij twee hoofdpunten. En één gaat over die vreselijke indicatieduur voor mensen met een beperking die soms één, soms vaker per jaar moeten bewijzen dat ze nog steeds een bepaalde aandoening hebben of beperking. En dat mensonterende, wat volgens mij breed werd gedeeld, zelfs door het kabinet, daar moet echt een einde aan komen. Mijn collega Werner heeft daar straks mede namens ons een motie over. Dan het andere punt, voorzitter, dat gaat over meer de informele zorg en het sociaal vangnet dat ontbreekt voor familieleden die heel veel van hun uren kwijt zijn en terecht kwijt zijn aan de zorg voor dierbaren. Ja. En wij willen dat daar een sociaal vangnet voor komt, vandaar de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslag constaterende dat het faciliteren van zorg via het PGB door familieleden van meerwaarde is voor hulpbehoevenden en bijdraagt aan het tegengaan van arbeidsmarkttekorten. Constaterende dat deze familieleden afhankelijk kunnen zijn van het PGB voor hun inkomen en dat het sociaal en dat een sociaal vangnet en bestaanszekerheid, wanneer het PGB wegvalt door een veranderde zorgvraag, voor hen ontbreekt. Verzoekt de regering het onderzoek naar een sociaal vangnet voor familieleden breder in te steken dan alleen voor intensieve kindzorg en te onderzoeken hoe voor alle zorgwetten een sociaal vangnet kan worden geboden en de Kamer hierover te informeren. Gaat over tot de orde van de dag. Moties mede ingediend door collega Werner. Dank u wel. Dan mevrouw Werner van de fractie van het CDA. Zo, nou, de voorzitter gooit de vaart erin. Heel goed, ik heb twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat mensen met een langdurige beperking of ziekte elk jaar en in veel gevallen nog vaker een herindicatie voor zorg en ondersteuning moeten aanvragen. Overwegende dat het mensonterend is om mensen telkens te laten bewijzen dat zij nog steeds dezelfde langdurige beperking of ziekte hebben en daarom zorg en of ondersteuning nodig hebben. Van mening dat een evaluatiemoment met een sterk dienstverlenend karakter waar wordt besproken of geleverde ondersteuning nog passend is, waardevol kan zijn. En verzoekt de regering om ernaar te streven om voor de kerst met gemeenten en zorgverzekeraars concrete afspraken te maken om indicatieduur langer te laten zijn. Met als uitgangspunt de duur van de beperking en een alternatief evaluatiemoment te organiseren waar dienstverlening centraal staat of in ieder geval een tussenstand naar de Kamer te sturen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door Mohandes. En dan heb ik er nog eentje. Een vraag, even kijken hoor, van de heer Van Wijngaarden. Ja, toch een korte vraag over deze motie. Want wat is nou het verschil met hetgeen de minister al aan het doen is en ook heeft toegezegd tijdens het commissiedebat? Ja, voorzitter, de indicatieduur is nu gewoon veel te kort. Mensen met een handicap die moeten gewoon die moeten zich keer op keer bewijzen dat ze echt geen armen hebben. En die armen die zullen echt nooit eraan groeien. En nu hebben wij in een motie verpakt hoe wij het voor ons zien. En dat hebben wij samengevat in een motie. En die willen wij op die manier uitgevoerd hebben. Uw tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat budgethouders met een levenslange en levensbrede hulpvraag door gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. Constaterende dat deze budgethouders elke keer weer hun verhaal moeten doen als ze hulp nodig hebben vanuit verschillende zorgwetten en op verschillende levensterreinen. Van mening dat deze budgethouders juist ontlast moeten worden van onnodige bureaucratie. Verzoekt de regering te onderzoeken wat er nodig zou zijn om binnen het huidige stelsel zo spoedig mogelijk één loket, bijvoorbeeld bij de gemeente, in te richten voor persoonsgebonden budgetten. En gaat over tot de orde van de dag en mede ondertekend door Sala. Dank u wel. Dan mevrouw Westerveld van de fractie van GroenLinks.
Voorzitter, kan nogal wat beter aan het PGB. Daarom hebben wij 3 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat PGB-tarieven in de jeugdwet en de WMO niet altijd toereikend zijn. Constateren dat gemeentelijke tarieven steeds vaker gelijk zijn aan het minimumloon. Verzoekt de regering met gemeenten en belangenorganisaties een uitlegbare en simpele werkwijze uit te werken voor het berekenen van toereikende PGB-tarieven in de jeugdwet en WMO 2015 en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Heijink en Mohandis. En dan een loketmotie, die gaat wat verder dan de motie van mevrouw Werner. Die vraagt om het te onderzoeken en wij zeggen, ga het gewoon doen. De Kamer gooit de beraadslaging constateren dat budgethouders soms meerdere PGB's hebben en dat op verschillende plekken moeten aanvragen met extra administratieve lasten tot gevolg. Constateren dat budgethouders soms van het kastje naar de muur worden gestuurd omdat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten naar elkaar wijzen. Overwegende dat het voor budgethouders veel simpeler en sneller zou zijn als ze op 1 plek terecht kunnen, verzoekt de regering 1 loket in te richten waar mensen terecht kunnen met hun PGB-aanvraag en waar de financiering aan de achterkant wordt geregeld. Er gaat over tot de orde van de dag en deze motie is mede ondertekend door collega Mohandis. En dan mijn laatste, voorzitter. De Kamer gooit de beraadslaging constateren dat ouders die voor een ernstig zieke kind zorgen veel tijd kwijt zijn aan administratieve lasten. Overwegen dat PGB 2.0 enorm kan helpen bij administratieve lasten. Overwegen dat de aansluiting op PGB 2.0 voor de zorgverzekeringswet ook helpt op weg naar een integraal PGB. En verzoekt de regering ook het PGB uit de zorgverzekeringswet aan te sluiten op PGB 2.0. Gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Mohandis. Ja, goed, dank u wel. Mevrouw Salen van de fractie van D66. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor D66 is het PGB een belangrijk instrument om zelf te kunnen kiezen en eigen regie te voeren. We zijn dan ook blij dat de minister heeft besloten om haar eerdere besluit over PGB terug te draaien, zodat PGB ook beschikbaar blijft voor kleinschalige wooninitiatieven. De focus moet namelijk niet op wantrouwen liggen, maar op vertrouwen, zodat dit instrument ook inclusief blijft. Zonder dat we naïef zijn, want misbruik van het PGB over de rug van kwetsbare mensen moet zeker aangepakt blijven en worden. In het debat heb ik er ook aandacht voor gevraagd en hier wil ik het nog een keertje doen, namelijk de indicatiestelling. Collega Werner zei het ook al. Ook ik vraag de minister of zij in gesprekken met inkopers ook echt kan meegeven om dit in redelijkheid te doen. En niet van mensen met duidelijk een langdurige zorgvraag te vragen om iedere keer weer door dezelfde administratieve hoepel te springen. We hebben het in het debat al aangegeven, maar D66 volgt de ontwikkelingen rond PGB 2.0 nauw. Want dit is een belangrijk instrument om het PGB makkelijker te maken, maar dan moet wel iedereen erop aangesloten zijn. En voorzitter, een volgende stap zou wat D66 kunnen zijn om toe te werken naar een meer integraal PGB. Dat in de verschillende zorgwetten op dezelfde wijze wordt aangeboden. De minister heeft aangegeven hier geen voorstander van te zijn, maar wil zij dan in ieder geval wel varianten gaan onderzoeken waarin meer integraal werken met het PGB gerealiseerd kan worden en wat de voor- en nadelen daarvan zouden zijn. Graag nog een reactie van de minister hierop. Dank u wel. De laatste spreker van de zijde van de Kamer is mevrouw Agema van de fractie van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 moties. De Kamer gooit de beraadslaging constateren dat steeds meer gemeenten hun lage PGB-tarieven verlagen naar het wettelijk minimumloon. Terwijl de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot steeds meer bedrijven die hun medewerkers boven het wettelijk minimumloon betalen, waardoor het tekort aan verzorgers toeneemt en budgethouders zonder verzorgers komen te zitten, wat voor hen een existentieel probleem geeft en de perverse prikkel ontstaat dat gemeenten geld overhouden dat ze aan andere zaken kunnen besteden. Verzoekt de regering te bewerkstelligen dat gemeenten marktconforme PGB-tarieven betalen en gaat over tot orde van de dag. De Kamer hoort de beraadslaging van mening dat voor het verstrekken van een persoonsgebonden budget een degelijke administratie mag worden verlangd. Constateren dat het werkgeverschap een zeer omvangrijke last voor budgethouders is geworden. Waarin zij bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid dragen voor een correcte uitvoering van onder andere de wet Poortwachter en de wet Arbeidsmarkt in Balans. En dat het werkgeverschap net zo omvangrijk maakt als dat van een bedrijf. Terwijl budgethouders niet voor het ondernemerschap gekozen hebben en ertoe veroordeeld zijn wegens levenslange en levensbrede lichamelijke beperkingen. Verzoekt de regering te onderzoeken hoe het werkgeverschap voor budgethouders significant vereenvoudigd kan worden en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Tot zover de termijn van de Kamer. Ik schors 3 minuten en dan gaan we luisteren naar de minister.
open. Het woord is aan de minister. Het volgende debat moet beginnen over 1 minuut 30, dus we houden het kort en puntig. De minister. Motie 1, oordeel Kamer. Motie 2, even kijken. Nu ben ik hem even kwijt. Volgens mij is dat oordeel Kamer. Staat genoteerd. Ik hoop dat ik dat goed heb gedaan. Hoop ik ook voor u. Dat zien we dan wel weer. Als ik mag vertalen, als de oproep om één loket te realiseren vooral als een oproep om de toegang tot het PGB eenvoudiger te maken, dan kan ik hem oordeel Kamer laten. Mevrouw Werner knikt ja. Motie 4, overnemen. Staat er bezwaar tegen? Ik stel vast dat het niet het geval is, dan is hij overgenomen, wordt er niet over gestemd. Motie 5, ontraden. Dit vraagt een stelselwijziging. Motie 6, ontraden. Niet uitvoerbaar en zeer hoge kosten. Motie 7, overnemen omdat het staand beleid is. Op motie 8, overnemen, staand beleid. En dan heb ik nog de vraag van... 1 seconde. 7 zei u overnemen. Ik vraag of daar bezwaar tegen bestaat. Excuse. Is niet het geval, dan is hij overgenomen. Gaan we er niet over stemmen. Dat was ook uw mening over 8, dacht ik, hè? Ja, sorry. Beide zijn overnemen omdat het staand beleid is. Over 8 vraag ik het ook nog even. Bestaat er bezwaar tegen? Is niet het geval. Wordt hij overgenomen? Gaan we er niet over stemmen. Dan de vraag van mevrouw Sala over het onderzoek naar de integrale PGB. Er zijn al eerder onderzoeken geweest. Ik heb dat toegelicht in het debat. Op dit moment sta ik niet positief tegenover een nieuw onderzoek, maar ik ben bereid toe te zeggen dat we in gesprek gaan met Persaldo en de gemeentes om te kijken of een nieuw onderzoek iets gaat opleveren. Dus dat kan ik toezeggen aan mevrouw Sala. Dank u wel. Rond 1:01 gaan we stemmen over... Nee, vanmiddag. En dank aan de minister voor de aanwezigheid. Blijft zij erbij bij dit debat? Nee. Dan een hartelijk woord van welkom aan minister Kuipers. We lopen 38 seconden achter op het schema, dus we moeten doorzetten. Ik heropen aan de orde is het 2 minuten debat Zorgverzekeringswet eigen bijdrage in de zorg. Het commissiedebat vond plaats 29 juni jongstleden.